Femke Ter Haar is eigenaar van dansstudio Femtastic. Vannacht is haar bedrijf helemaal afgebrand. Ze gaat vandaag even naar binnen, maar ze wil zo snel mogelijk weg, omdat dit beeld te confronterend is. Vannacht om 2:15 werd ik uit bed gebeld door mijn moeder. Dat er een agent bij hun voor de deur stond dat mijn dansstudio in de fik was. En dat ik meteen moest komen en een sleutel moest regelen. Maar ja, ik lag natuurlijk slapen, dus ik schrok me een hoedje. En toen ben ik meteen hier naartoe gegaan en toen schrik van mijn leven. De brand in Femke's dansschool breekt vannacht om 2:00 uit. Maar dan hebben branden al een spoor van vernieling door de beeld getrokken. De eerste brand is rond 3:30 gistermiddag. Een schuttingbrand op de Lester Piersonweg. Een paar honderd meter verderop wordt een auto in brand gezet, maar snel geblust. Om 2:30 s'nachts brandt een auto helemaal uit op de waterweg. Kort daarna slaan de vlammen uit het dak van de dansschool van Femke. Ja, mensen die zeggen het is een pyromaan. Oké, maar ik zou het gewoon een gek noemen. Want dit is gewoon, je hebt geen normen en waarden als je zoiets doet. Want je hebt geen respect voor andermans spullen. Anders zou je het niet doen. En je denkt gewoon niet na over de gevolgen. Je doet alleen even voor de kick van die paar seconden. En dan is het genoeg geweest. En op zulke soort mensen kan ik heel erg boos worden. En ook heel verdrietiger omdat ze niet aan andere mensen denken. En niet ermee bezig zijn met wat het nou een ander doet. Ook de buurt is erg geschrokken. En is verbaasd over het aantal branden. Ja. We zijn even bij mijn zoon bezig kijken. Die zijn auto hebben ze in brand gestoken. Hè? Oh, nee, echt? Ja. Dat is toevallig. Er is niks als van over. Het zijn goed aangestoken fikkies. Ik weet niet precies hoe je een auto zo goed aan de praat krijgt met een fikkie. Dat weet ik niet, maar daar is goed over nagedacht. En met die dansstudio idem dito. Femke hoopt dat de branden stoppen. En dat ze zo snel mogelijk haar dansschool weer kan opbouwen. Als je nu opgeeft, dan heeft die persoon alleen maar een beetje zijn zin gehad. En daar heb ik geen behoefte aan. Wij moeten gewoon door.